AMN is uh, bezig met talentontwikkeling. We zijn van het ontdekken en het ontwikkelen van talenten. En dat doen we eigenlijk van de eerste klas tot de laatste baan. Um, met onze instrumenten kunnen leerlingen en studenten zichzelf gaan leren kennen, waardoor hun rendement in het leerproces omhoog gaat. En ze steeds beter weten wat bij hen past, zodanig dat ze de juiste keuzes kunnen maken. Wij leggen de accenten bij het ontwikkelen van mensen eigenlijk door te kijken naar de hele mens, zoals wij dat noemen. Wij willen een integraal mensbeeld ontwikkelen. Um, het heeft eigenlijk geen zin om alleen maar te kijken naar bijvoorbeeld cognitieve ontwikkelingen. Um, wat heb je dan geleerd op taal en rekenen? Uh, wij kijken ook naar wat heb je in aanleg in huis. We kijken naar persoonlijkheid, houding en gedragsfactoren. Omdat we weten, zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk, dat die zaken elkaar enorm beïnvloeden. Iedereen weet uit zijn eigen praktijk wel iemand. Waar het er wel in zit, maar het komt er niet uit. Nou, de vraag is: hoe komt dat nou dat dat er niet uitkomt? En nog belangrijker, kun je dat meten, kun je dat vaststellen en kun je daar dan vervolgens invloed op uitoefenen? Nou, hoe kunnen we scholen met onze instrumenten zorgen dat het rendement omhoog gaat, dat er minder uitval komt, dat er minder switch ook plaatsvindt. Het heeft alles te maken met hoe wij ook doorlopende leerlijnen faciliteren. Uh, we hebben zowel een positie in het middelbaar beroepsonderwijs in het mbo met uh, wat wij noemen de intake. Die intake kijkt naar capaciteiten, kijkt naar persoonlijkheid, kijkt naar competenties. En vergelijkt zeg maar, dat competentieprofiel van die kandidaat met wat vereist is in, in die opleiding in dat beroep. Uh, op die manier kunnen we een heel goed beeld schetsen van wat is nou de kansrijkheid van deze student in deze opleiding. Uh, dit jaar hebben we voor het eerst te maken met uh, toelatingsrecht. Uh, daarvan zou een school kunnen zeggen: ja, maar dan hoef ik toch niemand meer te zien, hoef ik niemand meer in, te, uh, in de intake te hebben. Wij denken dat dat juist wel van belang is om. Van tevoren al, in ieder geval bij het begin, zo goed mogelijk die kandidaten te kennen. Om ze zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, te coachen en te begeleiden naar, naar die succesvolle eindstreep. Voor het VMBO um, hebben wij een complete online methode voor loopbaanleren. Waarin we leerlingen meenemen in het, in het zichzelf ontdekken. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. En daarnaast gaan we, zijn we dit jaar begonnen met ook het in kaart brengen. Um, van, van de competenties die men ontwikkelt. Dus die, die, uh, niet alleen van uh, op welke competenties ben ik leerbaar, maar we meten uh, en we volgen en we ontwikkelen ook echt de, de competenties die nodig zijn voor de keuze die men straks maakt. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie uh, een mooi statement. Een, een persoonlijke coach van, van leerlingen, uh, omdat wij inderdaad uh, al die informatie over wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe haal ik. Uit mijzelf optimaal rendement, dat meten wij, dat leggen wij vast. Dat wordt ook allemaal vastgelegd in een digitaal portfolio. Dat digitaal portfolio dat is van die leerling. Uh, daar heeft hij het, 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 het toegang toe. En dat blijft hij eigenlijk houden zolang dat hij onderwijs geniet. Nou, hoe kunnen wij met onze instrumenten docenten nog beter maken? Dit jaar hè, krijgen we dat toelatingsrecht. Dat studenten die dat echt willen hebben het recht om toegelaten te worden. We hebben gezegd van, dat betekent dus dat uh, de ROC's hun leerlingen, hun studenten nog beter moeten begeleiden. Um, we hebben daarvoor een blended leergang ontwikkeld, uh, die heet studiecoach, AMN studiecoach. En daarin leren we met name docenten in de praktijk nog beter coachen en begeleiden. En op die manier recht doen aan de individuele talenten van elke student. Uh, elke student op zijn manier naar een positief eindresultaat weten te, te begeleiden. Dus Coaching en begeleiding gaat, denken wij, essentieel worden in de nabije toekomst. De grote vraag is natuurlijk: hoe borg je al die zaken? Um, je kan het wel in gang zetten, maar hoe zorg je er dan voor dat iedereen er wat aan heeft en dat er dat je aan de inspectie ook kunt aantonen dat je op de goede weg zit. Wij hebben daarvoor een, een instrument ontwikkeld dat heet AMN Loopbaan leren. Daarin wordt gebruik gemaakt van een digitaal portfolio. Um, daarin wordt bijvoorbeeld ook vastgelegd hoe leerlingen zich ontwikkelen op die loopbaancompetenties van Marinka Kuipers. Daarin wordt ook vastgelegd hoe leerlingen zich ontwikkelen op de VMBO en de MBO-competenties. Uh, en dat levert een persoonlijk competentieprofiel op. Nou, al die zaken worden vastgelegd, worden geregistreerd uh, en die zaken kan de leerling ook meenemen, het MBO in. En dat kan op een heel eenvoudige manier.